deze nieuwe verfvlog ga ik mijn sokblank, die ik onlangs gebreid heb op mijn breimolen, verven. Ik neem jullie mee in mijn verfavontuur vanaf nu. Ik wil graag mijn sokblank gaan verven vandaag. En dit ga ik doen met verschillende voedingskleurstoffen. Ik heb hier die van Wilton. Deze heb ik uit de plaatselijke Aziatische toko. En deze is van Ali. De bedoeling is dat dat met een verfstakjes opgebracht wordt. Dit keer heb ik alvast een beetje azijn in de potjes gedaan voor de kleurtjes. Ik zal nog even kijken, ik moet er nog even wat water bij doen, maar dat ga ik zo doen. Ja, dat dus. Ik pak even wat roerstaafjes, zodat ik in elk geval kan roeren. Ja, de hulpjes zijn van kunststof, maar dat heb ik nog al jaren in huis, dus die ga ik dus nu hiervoor gebruiken. Voor iedere potje eentje. Ik wil eigenlijk hele lichte kleurtjes creëren. Dus ik doe niet altijd, ik doe even een klein beetje, ik weet niet of het zo te zien is, ik haal hem er even dichterbij. Gewoon even erin gedoopt en die stop ik er nou in. Ik wil eigenlijk gewoon een beetje pasteltintjes voorbij zien komen strakjes. Hier ook twee drupjes. Die ga ik ook even roeren. Hier zit alleen nog maar azijn in hoor. En nou ook nog wel vrij donker, maar dat gaan we strakjes wel veranderen. Nou, de oranje. Nog niet open geweest. Fijn van deze flesjes vind ik dat je kunt druppelen. De Wilton is een beetje het is niet vloeibaar. Het is ook niet echt vast. Maar ja, hoe zal ik het zeggen? Het is een beetje papperig of zo, hoe moet ik dat nou noemen? Dit vind ik eerst genoeg zo. Dat lijkt al wel grappig. Hier heb ik nog niks in gedaan. Ik ga even achter de camera langs om ze even wat water te geven, extra. Oh wacht, nee, dat kan ik ook met de waterkoker doen. Er zit nog water in. Even op tafel gezet, omdat ik de ruimte op het aardig graag wilde hebben. Oké, dan vul ik hem aan met water. Niet al te veel. Is ook niet echt nodig. Maar zo ziet het er weer heel anders uit. Hè? Even kijken hoor, ik had deze erin gedaan. Hè? Dark yellow is die. Nou, dat is toch zo goed als oranje. Denk ik dan. En misschien doe ik er nog wel even wat oranje, echt oranje erbij, want ik ga nou twijfelen, jongens. En dat mag ik zeggen, je mag twijfelen. Nog altijd twijfelen. Een beetje wild een oranje. Zo. Is toch echt wel oranje. Stelt hem niet zo makkelijk scherp, zie ik. Zo gaat hij makkelijker. Die doop ik er even bij in. Ik wil nog wel een stukje donkerder. Maar ik wil nog wel een beetje iets meer oranje hebben eigenlijk. Het is wel een beetje vlokkerig, hè? Dat is wel jammer. Nou ja. Zo. Zo vind ik het even goed. Dit moeten de kleurtjes gaan worden. Even op laten lossen. Ik laat ze nou hier even staan. En ondertussen zal ik zo meteen alles even klaarleggen voor het verven. Want ik ga het op karton doen. Met, hoort het ook alweer, met folie.
doorzichtig plastic folie. Want daar wikkel ik het in en dat gaat het straks in de magnetron. Ik heb, al eerder een verfvlog gemaakt, maar dat was voor een tutorial. En deze ga ik nog gewoon echt voor mezelf doen. Ook dat jongetje het niet leuk vindt. Ik schuif ze even daar naartoe. En ik ga hem even stopzetten en dan ga ik verder met filmen zonder dat ik erbij praat. Dat doe ik dan waarschijnlijk bij het editen maak ik het zo dat het duidelijker is. Zoals jullie hebben gezien heb ik hem vastgezet met speldjes. Dat is om te voorkomen dat het gaat schuiven en misschien een beetje doorlopen, ik weet het niet. Ik ga nu kijken hoe de kleuren het doen op een wit velletje papier. Er werd wel gezegd, oh, het is wel een idee om dat met de keukenrol te doen, maar mijn keukenrol is niet echt helemaal wit. Dus vind ik het heel moeilijk inschatten. Ik ga dus nu gewoon even kijken wat ik daar anders mee kan doen. Ik ga eerst even testen op papier en dat zien jullie ook nu. Ik zet hem nog even stop. Ik had een papiertje ergens neergelegd. Ja, heel goed, Jan. Hier dus. Nou, misschien is dit niet zo verstandig wat ik nu doe. Ik kan beter even daar doen. Zien jullie dat daar ook? Even wat dichterbij, een klein beetje inzoomen. Dit vind ik heel mooi. Dit is heel erg licht, maar ik heb het idee dat dit wel heel mooi zou kunnen zijn. Misschien dat ik er toch nog een heel klein beetje bij in doe, want hij oogt vrij donker in het potje, maar dat is hij dus niet echt. Het moet niet te licht zijn, maar ook niet te donker. Dus ik vermoed dat dit goed is zo. Nog even roeren. Ja. Ja, ik vind dit wel niet te mooi. Ja, hier ben ik wel tevreden over. En dan de oranje. Ja, vind ik al helemaal perfect. En dit is dan... Moest dat nou de paars zijn? Gek hè, dat ik dat niet meer weet. Dit is dan wel roze. Paars moest dat zijn. Dan zet ik hem dus nu nog even stop. En dan ga ik hem even iets meer paars erbij instoppen. Het moest dus eigenlijk lila worden. Dat was ik dus alweer kwijt. Maar hij past hier mooi in. Kijk eens hoe mooi donker dit is. En ik hoop hierdoor dat het... de kleur gaat krijgen die ik voor ook kijk, mijn handen zijn ook al lekker smerig. Ik veeg ze gewoon even aan mijn doekje af. Ik ga toch in de wasstrapjes. Dat ik niet te veel vlekken maak buiten mijn werk om. Nu heeft het al iets meer de kleur die ik wilde. Maar nog niet helemaal. Dus ik ga nog een beetje van het paars erbij doen. En het is nogal kliederig potje, flesje. Meer.
zou het nu toch wel goed moeten zijn. Het grappige is van deze kleur, van de Aziatische toko, dat er ook nog een geurtje aan zit. Ik weet niet waarvan precies. Nee, ik kan het niet, thuis brengen. Een beetje zoetig in elk geval. Dus waarschijnlijk is het niet alleen een kleurstof, maar ook nog een smaakstofje. Wat erdoor is, maar dat vind ik niet erg. Ja, dit is toch echt wel de kleur die ik voor ogen had. Nou, dan ga ik ze er zo meteen even uithalen. Die pinnetjes. Oranje, roze, blauw en paars. En zo wil ik ze dan gaan verven. Ik ga nu eerst even stopzetten en ik pak de kwast erbij en ik ga verven. Jullie zien het zo verder, denk ik. Ik zet hem even wat verder naar achter, zodat het helemaal in beeld is. Ja, dat dus. En dan film ik zo meteen verder. Zoals jullie gezien hebben, heb ik hem even stopgezet. Dit is omdat ik eigenlijk het blauw toch nog iets te blauw vind. Ik doe er wat meer water bij. Bij de andere ook. En dan ga ik weer verder met filmen. Het eerste gedeelte heb ik dus nu gedaan. Ik zal hem even dichterbij houden, zodat je beter zicht op krijgt. Wat ik nu eerst nog even doe is, want ik hield net de kwast tussendoor even onder de kraan om af te spoelen. Ik denk dat ik even een bakje met water neerzet. Zodat ik makkelijker kan spoelen en niet steeds voor het beeld langs ga. Want ik heb het vermoeden dat dat dus het geval is. Dus dat ga ik nu even doen en dan ga ik weer verder.
Zo, dit is mijn geweldige kunstwerk hier op het aanrecht. Ik zal hem even wat dichterbij laten zien. En ik hoop eigenlijk dat hij hier leuk wordt. Ik hoop elke keer, denk ik. Volgens mij is het een stopwoordje voor mij. Ik hoop dat... Natuurlijk hoop ik dat het wat moois wordt. Ik ga hem nu even inrollen. En ik doe even het magnetrongedeelte. Maar dat zie je niet zo. Oké, ik heb klaargezet de grootste ovenschaal die ik heb met een glas water in het midden. Er stond, in de beschrijving een ronde ovenschaal, glazen schaal, maar die heb ik niet. Ik ga nu alle speldjes er even uithalen. Ik moest even nadenken hoe het ook alweer heette. En dat ga ik dus nu doen. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit wordt. Oké. Heb ik alle speeltjes eruit? Ik geloof van wel. Nou is het de bedoeling dat ik het allemaal ga oprollen. Oh, de achterkant is al heel bijzonder. Of zak ik hem andersom? Nee, ik wil hem andersom op. Denk ik. Zo. Dan doe ik er een beetje overheen. Deze kant. Oh, dat nog niet. Dat gaat toch maar wel zo. Ik wil natuurlijk niet in beeld staan, dus ik ga even het filmen vanaf deze kant een beetje doen. Hopelijk sta ik nou niet zelf in beeld. Het gaat natuurlijk niet zo handig als je het in de lengte wil doen, maar het zal toch wel even moeten voor nu. Het moet even goed ingepakt zijn. Zijn hondjes gezien buiten wat. Het is prachtig mooi weer vandaag. Net zoals de afgelopen dagen. Het vriest 's nachts wel, maar met als gevolg daarvan is het overdag wel heel mooi. Zo, dit is een mooi rolletje. Ik haal dit even weg. Dat heb ik nu niet meer nodig. Ik kan het ook wel hier. Hoppakee. En dan ga ik mijn mooie drol ga ik hierin verbergen. Even goed oprollen. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Mooi, want ik ben er niet zo heel bedreven in. Er komt ook wel wat vocht en verf uit, zie ik al. Maar ja, dat zal niet zo ramp zijn. Zo. Dit is mijn verfbadje. Ik zal gelijk even het schoonmaken. Er is nog wat kleur uitgelopen, zie ik. En nu ga ik hem zo meteen in de magnetron doen. Ik doe dit 3 keer. 5 minuten op het vol vermogen. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Hij staat nu in de magnetron. Hij gaat 3 keer. Op 4 minuten. Vol vermogen. Met tussentijd van 5 minuten. Dus nou gaat hij de eerste keer in. En dat zien jullie nu dan ook. Ik zal eventjes hem stopzetten, zodat ik hem weer vooruit kan draaien. Dit is de eerste. Hij is nu voor de 3e keer de 4 minuten aan het stomen. En nu maar even afwachten wat het gaat doen. Ik ben wel heel benieuwd. En zoals jullie zien, ik heb niet met handschoenen aangewerkt. Dus dan krijg je toch wel her en der wat verf. Maar goed, daar heb ik geen probleem mee hoor. Dat gaat er wel weer af. Ik heb nou weekend, dus na het weekend is het wel weg. Wel leuk hè. Aan die verfpadjes. Ja. Nou, tot zo weer. Hij is er nu 4 minuten weer in geweest. Hij gaat hem even afkoelen tot... En het stoomt toch ook wel aardig als ik het zo bekijk. Ik laat hem nog even afkoelen. Je kunt wel zien, hè. Nou, er valt nog niks te zien eigenlijk.
Wel het een beetje gestoomd heeft. Ik doe hem gauw weer dicht. Hij is klaar. Ik ga hem eruit halen. Even uitkijken dat ik niet mijn vingers verbrand. Want het zal wel warm zijn. Oh nee, het valt eigenlijk wel mee. Nou, ik haal hem eruit. De bovenste randjes kan dat wel. Zo, ik zet hem even hier op het aanrecht. Inmiddels alweer. Ik haal hem even. Zo. Kijk, ik heb mijn lunch ook al klaarstaan, zoals jullie zien. Die mag zo in de magnetron. Nou, ik laat hem zo staan. Want ik moet hem helemaal laten afkoelen. Dan ga ik hem uitspoelen en dan laat ik hem drogen. Ik ben heel benieuwd. Jullie net zo waarschijnlijk. Nou, tot de andere kant maar weer dan. Omdat toch mijn mooie sokblank nog aan het afkoelen is en ik daar toch even niks mee kan doen, heb ik bedacht dat ik van het oranje wat ik nog over heb, nog even een klein strengetje sokgaren ga verven. En dat ga ik nu even doen. Ik zal eerst even het strengetje eruit halen en even uitknijpen, voorzichtig. Inmiddels heb ik hier al azijn in gedaan. Maar ook, zoals jullie horen, moet ik even een beetje oplossen, het citroenzuur. Dat is ook om te fixeren, zeg maar. Ik ga het gas even aanzetten. Zodat ik het even goed op kan lossen. Met mijn flinke roeren lost het ook wel op hoor. Ik gooi het verf er vast bij in. Ik zal die er even uithalen. Het zal waarschijnlijk een heel lief kleurtje oranje worden. Omdat er natuurlijk niet zo heel veel kleur erin in zit. Maar voor mij in principe precies voldoende. Met het leuk kleurtje bij strakjes de rest van het garen. Wat ik nu natuurlijk nog heel mooi in de ovenschaal heb staan. Inmiddels heb ik het aanrecht alweer vol met van alles en nog wat gepakt. En ik had even het een en ander weggehaald om ruimte te maken. Dus het kijken is nu even alleen maar naar die mooie pan hier voor ons. En dat mooie watertje met de mooie kleur, zal ik maar zeggen. Ik zoom hem nou heel mooi in. En ik pak mijn strengetje. En die ga ik maar eens even mooi dopen. Ik wil eigenlijk wel een heel... Ik probeer zo'n gelijkmatig mogelijk kleurtje te creëren. En dat kan ik op deze manier aardig doen. Je ziet het nou nog niet. Ja, je ziet het wel. Het is nou een beetje... persiekleurig, zo oogt het. En ik heb hem even dubbel geslagen gevouwen, omdat ik dat toch even wat makkelijker vind dan zo'n hele lange streng. En ik dip hem net zo lang totdat ik denk dat het wel aardig goed zal zijn. Dit hoort er ook nog bij, denk ik dan, want ik wil toch zien dat ik misschien toch de tenen, nee de tenen niet, het boordje en de hiel in deze kleur ga doen. Te zijn de tijd. Ik heb het patroon al klaar liggen, maar eerst moet ik natuurlijk nog een paar sokken afbreien. Maar daar ben ik al een heel eind mee, dus dat... ik hoop dat ik volgende week... voor elkaar kan krijgen. Zien jullie al het water? Dat dat al bijna helemaal kleurvrij is. Ik laat het er nog even in liggen. Het zit nou allemaal wel aardig mooi in de streng. Voor zover ik het zien kan.
En jongens, kom. Wie wil er een snoepje? Ja. Dat is de kat van de overburen die de honden gek maakt. Hij zit nou bijna tegen de kook aan. En eens even kijken hoe die eruit komt te zien. Doe hem even gauw. Ja, dit gaat goed. Dit vind ik toch wel een heel gaaf kleurtje hoor. Als ik heel eerlijk ben. Straks even af laten koelen. Uitspoelen en dan hoop ik dat het gelijk kan met mijn sokblank. En wat heb ik dan? Een ontzettend leuk garen setje zo bij elkaar. Dan eens kijken wat het gaat worden straks. Ik ga hem uitzetten. En ik zie jullie weer terug als het denk ik allemaal uitgespoeld is en hangend misschien wel. Hier ben ik weer. Ik laat jullie even de verpakking zien van de zeep. Waar ik mijn garens in was. En dit is van Skiep. Er staat op geurloos. Maar ik vind het juist wel heel lekker ruiken. Ik ben niet zo gek van lavendelgeur. De kleur wel, maar de geur vind ik zelf... Nou ja, oké, het is tot daar aan toe. Maar ik hoef het niet aan mijn kleren te hebben. Maar ik gebruik dus de wolzeep van Skiep. Ik ga het even een beetje raspen. Dat hebben ze dan gezegd hoe dat makkelijkst kan. Ik heb zo'n ouderwetse rasp van Tupperware. Ideaal. Het hoeft natuurlijk ook niet zo heel veel te zijn. Volgens mij zit er, zit ook wat in al. Wel een fijn zeepje jongens hoor. En dit los ik even op in warm water. Dat je een mooi sapje krijgt. Eerst spoel ik het nog even uit hoor, mijn garen zo meteen. Zodat ik daar zo mooi mee kan werken. Maar dit is eerst mijn zeepje klaargemaakt. Dankjewel Skiep voor deze fijne zeep. Ik vind het, ja, het ruikt een beetje groene zeepachtig. Maar dat vind ik echt een ouderwets lekker geurtje, dus voor mij mag dat. Ik zet even mijn spulletjes klaar voor het uitspoelen en dan film ik weer verder. En we gaan weer verder. Ik haal eerst even een strengetje van mijn bolletje uit het water. Zo. En die ga ik nou even spoelen. Hij is leuk geworden, hè? Dus ik vind van wel. Nou, er valt eigenlijk weinig aan te spoelen, want het water was al helder. En nu komt het leukste. Even een beetje ruimte maken weer. Nu komt mijn sokblank. En ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig naar hoe het geworden is. Kijken door de... Ah, er komt nog wel vocht uit ook. Nog even. Kijk, wat grappig. Heeft die aan de achterkant ook zo. Een beetje zo. Aan de achterkant is die iets lichter. Zo oogt het tenminste. Dat geeft niet. Dat vind ik niet zo erg. Volgens mij valt er weinig meer te spoelen eigenlijk. Ik vind het wel heel grappig. Als je het zo bekijkt, denk je, och, zo is het ook al leuk. Hoef ik niet eens meer te... Ja, natuurlijk ga ik het opnieuw. Ik ga het uithalen en breien natuurlijk. Maar ik ben wel... ja, ik ben wel tevreden eigenlijk. Even een beetje uitspoelen. Hier komt ook niks meer af. Dat is heel grappig eigenlijk. En nu ga ik even voorzichtig... Even nieuw water erin. Met natuurlijk mijn Skiep. Dit is vlieg verstaat volgens mij.
Dan ga ik het even skiepen in het water. Kijk er voor geen even. Ook weg. Deze spoel ik even om. Ik moet eigenlijk alleen maar even om de spoel, want vies is het niks. Meer is het niks. Dit is voor de volgende bedoeling, zeg maar. Ik ga mooi drogen. Ik doe de stof er weer in. Lauw water. En mijn skietje gaat er mee in. Geef je toch wel even een leuk, een lekker badje. Dit laat ik ook nog even een poosje lekker weken. En dan kan het straks uit het water, dan kan ik drogen. Dat ga ik doen dus. Ik zet hem nou zo stop. En zodra die buiten aan de waslijn hangt, dan laat ik het nog even weer zien. In elk geval zeg ik dan bedankt voor het kijken. Voor nu. Ik zal waarschijnlijk afsluiten met de foto's van hoe het garen geworden is. Tot later. Bedankt voor het kijken. Doei doei.